Kinderen moeten creatief bezig gehouden worden en dat kan op verschillende manieren. Safira Reigers, Event Planning and More, koos voor het organiseren van een kinder-mini-playback show. Het traject naar de finale show toe bestaat uit oefenweekenden en educatieve momenten. De groep bestaande uit 15 kinderen in de leeftijdsklasse 6 tot en met 12 jaar wordt op educatieve wijze geholpen bij het ontdekken en bevorderen van hun creativiteit. Initiatiefnemers Safira Reiger en Surena Reiger zeggen dat dit kinderen de kans geeft om op creatieve wijze hun talenten te ontwikkelen en tegelijkertijd ook te ontspannen. Vooral is heel weinig te doen. En we hebben dus gekozen voor een doelgroep van 6 tot 12. Dus er, zoals ik al zei, er is weinig te doen voor kinderen. Dus vandaar we hebben besloten om de mini-playback show terug te brengen. Ik denk een hele grote impact. Ik heb zelf toen de tijd ook meegedaan aan de mini-playback show. En het zijn mooie herinneringen. Weet je, je leert andere kinderen ook kennen, maar ook je creativiteit kan je presenteren aan de rest van de Surinamers. Voortdurend gestimuleerd. De organisatie is van plan om dit tot een terugkerend event te maken. En op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen in Suriname voortdurend gestimuleerd.